Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van woensdag 10 december. We merken het allemaal, het wordt steeds kouder. Maar wordt het ook koud genoeg om te schaatsen? Een begin is er tenminste al. Op het voormalig terrein van zwembad De Poeloever wordt een natuurlijke ijsbaan aangelegd. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk? We zijn vanmorgen begonnen met de masten neer te zetten waar straks de verlichting in moet komen als het daadwerkelijk gaat vriezen. Op het moment dat de masten staan, dan gaan we zo meteen naar de pompput. Dan gaan we een schuif omhoog draaien. En dan zetten we de pomp aan en dan gaat er water op stromen. En als het goed is, blijft dat water erop tot ongeveer begin maart. Hoeveel water gaat er precies op zo'n grasveld? Nou, zeker meer dan 100 kubieke meter. Dus dat is 100 keer 1000. Dat is 100.000 liter zelf sowieso. Zakt het water dan niet in het grasveld? Nee, want we hebben daar een riolering onder zitten. Een drainage, moet ik zeggen, zit daaronder. Die zetten we dicht en dan blijft het water dus erop staan. Maar we blijven ook constant pompen, zodat het water op het niveau blijft. Als het goed doorstroomt en er niet veel water wegzakt, dan duurt het ongeveer 24 uur totdat de baan helemaal vol is. Dat betekent dat er dan ongeveer 20 centimeter water op staat. Op het moment dat het lang genoeg vriest, en dan moet het minstens een week vriezen, dan kunnen we hier in ieder geval gaan schaatsen. En als het dan door blijft vriezen, heb je een week lang plezier. Dus het hangt ervan af of de vorst is ja of nee. We hebben dit nu 2 jaar gedaan, dus in het seizoen 11-12 en 12-13. We hebben veel sneeuw gehad toen. Dat was trouwens een hoop ellende. Maar goed, we hebben er heel veel plezier van gehad. En er zijn echt duizenden mensen geweest die dus door de week zijn hier geschaatst hebben. Voor het schaatsen zelf zijn er geen kosten aan verbonden. Want we hebben met de gemeente een afspraak dat we geen intree heffen. Daarvoor heeft de poolster wel het alleenrecht van een koek en zoop. En die wordt later pas opgebouwd op het moment dat er echt ijs is. Zoals al eerder is aangekondigd, zal er van 19 tot 24 december een glazen huis op het dorpsplein komen te staan. Dit in het teken van Serious Kerst. Wij zijn inmiddels al druk bezig met de organisatie en onze verslaggeefster Milou van Leeuwen ging bij de redactie op bezoek om te kijken hoe het met de voorbereidingen gaat. We zijn nu net binnengekomen op de redactie van RTVA. Ik ben er in ieder geval net binnengekomen en hier zijn de voorbereidingen voor de Serious Kerstactie net begonnen. Ik ga heel even vragen wat ze precies aan het doen zijn. Ik heb dus gehoord en gelezen dat er een soort van glazen huis wordt neergezet. Ja, klopt. Wat is daar precies de bedoeling van? Nou, we gaan, en dat is vorige week al in het nieuws geweest, maar we gaan van 19 december tot en met 24 december... Gaan we inderdaad 6 dagen op het dorpsplein voor de dorpskerk een glazen huis neerzetten. En dan gaat er 114 uur radio gemaakt worden. En die 114 uur die worden ook nog eens een keertje live op televisie uitgezonden. Ik begreep dat het een samenwerking is met de gemeente. Wat is het aandeel van RTVA erin? Misschien is het wel handig om te zeggen hoe het is ontstaan. Er was een tweet van columniste Geertje Visser. En die zei, is het niet wat om zo'n glazen huis in Amstelveen neer te zetten? Nou, op die tweet hebben wij als RTV Amstelveen meteen gereageerd. En dezelfde avond zaten er in een horecagelegenheid in het Oude Dorp, zaten er 6 mensen van RTV Amstelveen en van Jazz in het Oude Dorp, zaten bij elkaar om dat evenement uit de grond te stampen. Dat is nu bezig. En het wordt groter en groter en leuker op het ogenblik. En wie helpt er allemaal aan mee? Helpt heel RTV Amstelveen eraan mee? Ja, heel RTV Amstelveen helpt sowieso mee. Dat gaat van bestuursleden, maar ook onze stagiairs. Daar zit er nu eentje, is hard bezig met het programma, de artiesten te regelen. Want er gaan ook een heleboel artiesten komen. De redactie is voorbereiding aan het treffen. Nou ja, we heten RTV Amstelveen en die R staat voor radio. En we gaan dus radio maken. Dus ook al onze radiojongens en meiden zullen er zijn. Het wordt leuk, het wordt verschrikkelijk leuk vooral. U bent er ook in gerold. Hoe gaat er geld ingezameld worden? Nou, we zijn vanochtend onder andere collectebussen wezen uitdelen op een aantal locaties in Amstelveen. Ik ben zelf bij de gemeente geweest en bij het zwembad De Meerkamp. Daar worden bussen neergezet waar mensen hun bijdrage in kunnen deponeren. Dat zijn bussen met het logo van het project. En zo nog op een aantal plaatsen. En uiteraard wekken we iedereen op die leuke acties weet en geld weet te verzamelen om ook van de 19e tot 24e naar het plein te komen. De hoofdfietsroute langs de Bovenkerkerweg en de Handweg wordt structureel verbeterd. Dit heeft de gemeente Amstelveen besloten. De werkzaamheden vinden in het weekend van 13 en 14 december plaats. Zo worden er bomen vervangen voor een nieuwe boomrij. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Met behulp van verkeersregelaars zal de doorstroming worden geregeld.
De vogelgriep hier in Nederland heeft waarschijnlijk te maken met trekvogels die het virus hebben overgebracht. Wetenschappers hebben het virus aangetroffen in de uitwerpselen van bepaalde eenden, namelijk smieten. Deze vogels leven in de zomer in Rusland en Scandinavië en komen als het koud wordt naar Nederland om hier te overwinteren. De Oude Kerkerplas is heel aantrekkelijk voor deze eenden. Ja, de theorie is dat de vogels in het hoge noorden dus het virus opgepikt hebben. En nu hier in de winter, tijdens de overwintering, het overgebracht zouden hebben aan de kippen. Dat is ook vastgesteld en daar maakt men zich zorgen over. Waarom hebben die smieten daar geen last van en de kippen wel? Ja, dat weet men nog niet precies, maar men denkt toch echt dat de wilde vogels hier op de plas en in de omgeving hier minder kwetsbaar zijn voor die variant. En dat de kippen, die dus in grote aantallen dicht op elkaar in productiebedrijven gefokt worden, daar veel kwetsbaarder voor zijn. Vogelgriep is tot nu toe niet hier in de omgeving van Amstelveen geconstateerd. Zou dat wel kunnen in de toekomst? Dat weet ik niet. In theorie wel, denk ik. Hoewel het wel zo is dat de vogelgriep nu, zoals jullie weten, alleen bij grote productiebedrijven is vastgesteld. Waar enorme aantallen kippen op een kleine ruimte zitten. Hier in de buurt zijn natuurlijk wel kippen bij hobbyhouders. Mensen die dat voor kleinschalig thuis doen. Het zou natuurlijk ook daar kunnen voorkomen. Mijn persoonlijke mening is dat de grote productiebedrijven met enorme aantallen op kleine ruimte kwetsbaarder zijn dan hobbykippen hier die wat meer in een natuurlijke setting leven. Ze zoeken vooral waterrijke gebieden op met veel graslanden in de omgeving, want daar fourageren ze, daar eten ze het gras. En in de watergebieden rusten ze uit en brengen ze gewoon hun pauzes door, zeg maar. Dus ze zitten hier niet alleen op de Oude Kerkerplas? Nee. In de Middenpolder, in Amstelveen, in de Ronde Hoep, ook in wat bredere vaart en sloten in de polders komen ze ook voor. Maar de grote aantallen, tot 10.000 in het eind van de winter, komen vooral voor op de Oude Kerkerplas. En als ik nu 5 kippen in mijn tuin heb, moet ik mij dan zorgen maken? Wat denkt u? Ja, ik weet daar niet exact het antwoord op. Ik zou denken, als die kippen gezond zijn en ook voorlopig binnen blijven, denk ik dat je je geen zorgen hoeft te maken. Het is zo dat de overheid bepaalt wanneer daar weer gewoon de gevaren voorbij zijn. Ik heb begrepen dat tot nu toe ook de kleine hobbykiphouder een ophokplicht heeft. Maar de vraag is hoe lang je dat vol kan houden en of dat ook echt zin heeft. Na een Sinterklaasfeest komt er nu ook een kerstdiner voor de minima. Mensen kunnen zich voor dit kerstdiner nog opgeven. Mede-organisator Esther Bosje legt ons precies uit wat het kerstdiner inhoudt. Wij van Pass It On en samenwerken met Kinderdagverblijf de Regenbooghelftjes geven een kerstdiner voor de minima. De ouders die komen dan om 6 uur en krijgen dan een kerstdiner van ons. Dat gaat in buffetvorm. We beginnen met soep en daarna allemaal lekkere hapjes. We hebben al diverse sponsoren die ons helpen om het mogelijk te maken. En een kerstdiner voor de minima, er worden al heel veel dingen georganiseerd voor de minima. Is dit niet te veel? Ik denk het niet. Naar mijn mening is er hier echt wel behoefte aan. En mensen, zeker rond kersttijd, willen niet alleen zijn. En dan is het fijn als je op deze manier samen kan komen. En dat je ook nog eens niks kost. Want veel mensen in de minima hebben gewoon het geld niet voor een kerstdiner te hebben. Er komen best wel wat ouders af op zo'n kerstdiner. Hoe komt u aan zoveel kerstdiners? De Willem-Alexander School hier in Amstelveen die gaat ons helpen met boodschappen doen. En daarnaast is de livegroep van de kerk waar ik kom, die gaat ons ook helpen met boodschappen. En er zijn een aantal ouders die zelf wat maken voor ons. En kunnen de ouders, net als bij het Sinterklaasfeest, zich weer ergens opgeven? Ja, ze kunnen zich weer opgeven via de Facebook-site van Pass It On. En anders via het, als ze die niet kunnen vinden, via het, de website van de Regenbooghelftjes. En wanneer vindt het kerstdiner plaats? Het kerstdiner gaat plaatsvinden op 20 december. Het Open Hofkoor houdt op zondag 14 december een sfeervolle muzikale kerstmiddag in de Paaskerk. De kerstmiddag staat in het teken van A Christmas Afternoon. Het koor zingt oude en nieuwe kersliedjes. De gezellige middag zal om 2:30 beginnen. U kunt nog kaarten aan de deur kopen. Leerlingen van de muziekschool en dansschool Amstelveen geven een kerstbenefietconcert om geld in te zamelen voor stichting Musica Favela. Wat houdt dit goede doel eigenlijk in? Nou, het doel van de stichting Musica Favela is tweeledig. Aan de ene kant proberen wij muziekonderwijs mogelijk te maken voor kinderen die opgroeien in omstandigheden waar muziekonderwijs niet vanzelfsprekend is. Dan kun je denken aan sloppenwijken of weeshuizen.
En onze andere doelstelling is om kinderen in Nederland te laten zien dat muziekonderwijs niet vanzelfsprekend is, zoals het voor hen wel is hier. Wat gebeurt er met het geld dat jullie ophalen voor de stichting? Nou, wij doen verschillende projecten in ontwikkelingslanden. Om een voorbeeld te noemen, in Nicaragua. We hebben al een jarenlange samenwerking met Stichting Atelier Favela. En daar geven we muziek en dansles. De kinderen daar die werken dan met lokale dans en met lokale instrumenten zoals bongo's. En voor de kinderen die extra affiniteit hebben met muziek, die krijgen dan nog extra lessen zoals keyboard of gitaarlessen. Hoe halen jullie het geld binnen voor deze stichting? We halen het geld binnen door middel van onder andere via benefietconcerten. We hebben jaarlijks een concert met ongeveer 100 leerlingen van de Yamaha Blazersklasse van 4 basisscholen uit Amstelveen. En daarnaast hebben we ieder jaar een kerstconcert. Dat wordt ook verzorgd door leerlingen van de muziek- en dansschool Amstelveen. En waarom is deze stichting opgericht? Ja, wat wij zien is dat in Nederland gewoon kinderen heel veel mogelijkheden hebben. Hè? Dus kinderen mogen op muziekles of op hockey of op voetbal. En in heel veel landen hebben kinderen die mogelijkheden niet. En we willen de kinderen graag die mogelijkheid bieden. We denken ook dat door met elkaar plezier te maken, dat heel veel vreugde geeft. Zeker als je in een omgeving woont waar veel ellende is, dan kan je dat net even uit die dagelijkse realiteit halen. Ja, en hopelijk geeft dat ook een ander toekomstperspectief. Hè? Dat je dan wellicht op het idee komt van ik wil iets anders gaan doen met mijn leven. De benefietconcerten worden 2 keer gehouden op 15 december. De eerste begint om 6:30 en de tweede om 8:15. Kaarten kunt u halen bij de balie van de muziekschool. In Museum van der Tocht worden vanaf morgen kunstwerken van Peter Anton tentoongesteld. Het zijn heerlijk zoete creaties die eruit zien om op te eten. Wie is Peter Anton? Dat is een Amerikaanse kunstenaar. En die eigenlijk zeg maar weer een beetje in de richting van de pop art werkt nu. En de pop art is heel erg in momenteel. Dus jaren geleden was dat minder, maar nu is dat echt op alle beurzen en musea zie je pop art weer op een hele andere manier terugkomen. Hoe bijzonder is het dat Peter Anton hier gaat exposeren? Nou, dat is wel heel bijzonder. Ik was in Maastricht bij de TFAF en toen ontdekte ik hem bij Galerie de Lerve. En toen zei ik, dat wil ik graag in het museum laten zien. Zeker nu de kerst eraan komt, bonbons. En op die manier is dat natuurlijk voor ons ook heel aantrekkelijk om dat te kunnen brengen. Daar is een hap af, daar zit nog maar heel weinig in, daar is nog maar een stukje chocola van over, zeg maar bij die vruchten. En dat maakt ook wel speciaal, want het is allemaal zeg maar van kunststof gemaakt. Is Peter Anton zelf ook hier geweest om het te openen? Nee, die is hier nooit geweest. Hè? En hij is ook zo groot, want de Rolling Stones en dat soort mensen heeft hij als klant dus. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Misschien dat we wel eens een hele grote tentoonstelling krijgen, dat hoop ik wel, ja. Eerst Mart Visser, nu Peter Anton. Wie kunnen we nog meer in de toekomst verwachten? Nou, we zijn wel met we willen toch 1 keer per jaar een tentoonstelling van mode brengen. En we willen ook wel weer eens een hele grote tentoonstelling van Anton Heijboer. En ja, er zijn toch wel vele dingen zijn we mee bezig. Je hebt een stadshart. En ik vind wel dat nu Amstelveen 50 jaar bestaat, dat ze het oude dorp voortaan het dorpshart moeten noemen in Amstelveen. En dat zou natuurlijk prachtig zijn. Hè? We hebben meteen een heel mooi logo, heel feestelijk logo. En dat brengt misschien ook de twee pleinen dichter bij elkaar en ook voor de bezoekers. Wie weet. Vanavond gaat de westenwind opnieuw flink toenemen. Er kunnen dan zware windstoten voorkomen. Daarnaast gaan er enkele buien vallen waarbij kans is op hagel en onweer. De temperatuur daalt naar 5 graden. Ook morgen overdag is er tijdens buien kans op zware windstoten, onweer en hagel. Het wordt 7 graden. Dit was het RTVA-nieuws van woensdag 10 december. Wij zijn er morgenavond weer om 7 uur. Tot dan.